Oil and Gas COP-programma op het NATIN. Die is vandaag gelaunched door president Chandrika Prasad Santokhi in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, maar ook CEO van Staatsolie, de heer Anand Jagisser. Wat houdt het Oil and Gas COP-programma precies in? We spraken na de speech van de president met de CEO van Staatsolie, Anand Jagisser, hierover. Maar ook de coördinator van het NATIN, die dan veel meer informatie verschaft. Hoe het COP-programma precies is samengesteld. Wie er daaraan zullen participeren, de duur ervan. Maar welke belangrijke toegevoegde waarde dit met name zal hebben voor de oil- en gasindustrie nadat zij dit programma hebben afgerond. We gaan onze status als carbon negatief behouden. En dat gaan we verder ontwikkelen. Alleen gaan we de wereld wel vragen straks in Egypte. Compenseer ons. Compenseer ons wel. Dat we ons bos behouden. Dat we de zuurstofverlener zijn voor de wereld. De longen zijn voor de wereld. Maar het is meer dan redelijk en billig dat je ons daarvoor wat teruggeeft. En dat is die andere strategie die we ontwikkelen, die carbon credit strategy, wat we aan het ontwikkelen zijn, om daarvoor ook in aanmerking te kunnen komen. Mijn mensen, dan ziet u deze opleiding, de launch ervan tegen de breder achtergrond. En laatste, oil en gas gaat opraken. Maar wat nooit gaat opraken en altijd een vraag zal zijn en een toenemende vraag zal zijn, is food. En dat is die andere pijler die we ontwikkelen, food security. En hebben we vorige week in de regeringsraad meer dan 200 hectare land goedgekeurd en ter beschikking gesteld aan de minister van LVV om agrarische investeringen aan te trekken. En nu al hebben ze zich al aangemeld. Soja, corn, van twee grote landen. Kokos, MOU hebben we al getekend voor Coroni. Mangrove aanplant, overeenkomst al getekend. En we nodigen uit. En we nodigen die investeerders er komen investeren met de modern technology en die food security. Food processing, food production. En mijn mensen, dat zijn de kansen voor ons tegen de achtergrond van die climate change, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Laten we daarin ook NATIN studies initiëren om te zorgen dat niet alleen oil en gas wordt, maar ook die agribusiness, die agriculture, modern technology. Daar hebben we ook onze landbouwers nodig. En we beginnen komend jaar met een modern centrum in Nikeri op te zetten. Op het gebied van IT-ontwikkeling. Ook op het gebied van agrarische ontwikkeling. Mijn mensen, gefeliciteerd. Bedankt. Staatsolie, International Oil Company, NATIN, ministerie van Onderwijs. En alle anderen die bijgedragen hebben. En studenten, maakt u goed gebruik van. U gaat de toekomst veiligstellen van ons land door deze training, dit programma, met succes af te ronden. En nogmaals, we kijken uit naar vervolgtrainingen, ook naar die andere sectoren. Anand Jagisser, CEO van Staatsolie. Heer Jagisser, hoe ondersteunt Staatsolie het olie- en gaskopprogramma? We stappen er geld in. En we hebben nagenoeg 4 of 5 mensen die voltijds eraan werken. Maar ze werken niet alleen aan het COP-programma, maar gewoon local content. Dus ontwikkeling van capaciteit in Suriname. Om dat op een hoog niveau te brengen. En wie is met het idee gekomen om dit op te starten? We hebben een paar jaar geleden een studie laten uitvoeren. Welke mensen we als eerste zouden moeten opleiden. En daaruit bleek dat met name op middelbaar niveau er mensen nodig waren. En het NATIN paste daar heel erg goed in, maar moest worden geüpgraded. En toen hebben wij besloten om dat te gaan doen. Ja. Hoe zal het COP-programma eruit zien?
Dus dat huidige KAP-programma, daarom heet het KAP-programma. Dus de mensen doen hun opleiding, mechanical engineer of electrical engineer. En dan krijgen ze 18 maanden lang een speciale olie- en gasopleiding. Dat gaan we denk ik 2 keer doen. En daarna gaan we een aparte olie- en gasopleiding die vanaf nul starten je diploma hebt. Ja, op welk niveau en is het erkend? Natin is, zoals ik zei, 200 natiners werken bij Staatsolie. Dus meer... Het programma? Het programma is erkend, ja. Ja. En na het afronden, want ik heb begrepen 30 studenten starten daarmee. Ja. Wat is het traject na de studie, na die 18 maanden? Binnen die 18 maanden is er ook veel praktisch onderwijs, dus daar gaan de mensen bij bedrijven. Ik heb ook verteld dat we veel equipment hebben gekocht voor Natin, want je kan iemand uitleggen, je moet schroef naar rechts draaien, die knop uitdoen, maar als ze het op die machine doen, is dat, gaat dat veel beter in het systeem van de mensen. Dus ze doen een praktijkopleiding en dan zijn ze ready om op de markt te gaan. De goudmaatschappijen, de oliemaatschappijen, de offshore, alle mensen willen Natinners hebben, dus dat komt wel goed. Ja, en... Wat is het verdere toekomst van het KAP-programma? Kijk, wat Staatsolie doet is natuurlijk tijdelijk. Mm-hmm. Onderwijs is een taak van de overheid. Dus we hopen dat er over 3 tot 4 jaar dat de overheid haar taak kan overnemen, omdat ze rijker is, ook uit olie en gas. En dat de overheid gewoon alle scholen in Suriname op een hoog niveau kunnen brengen. We horen steeds oil and gas CEO, maar wat is het? Exacte aantal kader dat we nodig zullen hebben. Ja, nou dan, ik denk dat u teleurgesteld gaat zijn met het antwoord, want olie en gas is kapitaalintensief, niet arbeidsintensief. Dus dat wil zeggen relatief weinig mensen. Op zo'n productieplatform werken er 200 mensen tegenwoordig. Brengt men ook nog alles naar de kade. Met glasvezelkabels, waardoor er nog minder mensen werken op zo'n productieplatform. Dus als je in de toekomst, laten we zeggen dat we heel veel geluk hebben en misschien 5 of 6 productieplatformen hebben, dan hebben we maar 1200 mensen kunnen we daarop faciliteren. Dus we moeten rekening houden, maar de werkgelegenheid zit in de spin-off. Er gaan meer mensen komen in Suriname, de hotels gaan vol raken, de restaurants gaan vol raken, men wil naar het binnenland gaan. Er gaan financiële services nodig zijn, tax services, belasting services. Dus in die spin-off gaat er met name werkgelegenheid komen. Ja. Maar wanneer we steeds berichten krijgen, zijn het steeds juist de berichten richting Guyana, hoe het allemaal daartoe gaat en nog bitter weinig over Suriname. Ja. Waar staan we precies in vergelijking met Guyana? Hele terechte vraag. En we moeten bedenken dat Guyana in 2015 de eerste ontdekking heeft gedaan en wij in 2020. Dus we waren 5 jaar later. Ik denk dat de directeur van Total, de grote directeur van Total, recent bekend heeft gemaakt dat het best moeite kost om de seismiek te kalibreren met de bronnen die we boren. Dus ik mag u vertellen dat de ondergrond in Suriname wat complexer is dan in Guyana. Maar... Ik zal maar niet zeggen dat we slimmer zijn, maar we doen hard ons best om eigenlijk de codes te vinden om die calibratie beter te maken. En dan gaat het in een stroomversnelling komen. We doen hard ons best. Ik denk niet meer dat de FID in 2025 komt. De first production. Maar dat we toch een paar jaren later gaan zijn. Ja. Complexer en meer financiële armslag dus? Meer financiën daardoor? Nee, ik zou zeggen financiën niet zozeer, maar denkwerk. Ja, denkwerk. Ja. En daarom, we zijn blij dat we bij Staatsolie hebben 40 geoscientists. Dat zijn geologen en anderszins reservoir engineers die ook mee studeren. En we proberen te helpen om die codes te cracken. We doen echt hard ons best. Maar je bent afhankelijk ook van de ondergrond. Dus je best doen, het is niet als je zegt van ik ga t-shirts... produceren en dan is het als je alles hebt, dan produceer je. Je bent hier ook afhankelijk van, is die olie werkelijk op die plek waar je dacht dat het zou zijn? Maakt Guyana ook gebruik van onze kennis en kunde, mede gelet op het feit dat we veel langer in die oliebusiness hier zitten? Nee, Guyana is totaal afhankelijk van Exxon. Ja. Ze willen nu een nationale oliemaatschappij opzetten, misschien heeft u dat gehoord, samen met Qatar Petroleum. Dus daarmee zijn ze bezig. Ik moet u helaas zeggen dat wij graag zouden willen samenwerken met Guyana.
maar het komt niet van de grond. Want wij zijn technische mensen en we komen dan tegenover ambtenaren die geen informatie hebben. Dus dan moeten ze iedere keer aan iemand anders gaan vragen. En dan hoor je niks meer van de mensen. Ja. Maar de mogelijkheden voor staatsolie in Guyana, zit die daar ook in? Nou, dan moet ik u zeggen, er zijn zoveel mogelijkheden in Suriname, dat je liever in Suriname blijft. Want als je daar een contract afsluit, moet je een deel van de inkomsten aan Guyana geven. Als wij hier een contract maken, voor onszelf, dan dragen we dat geld over aan de overheid. Veel beter. Waar vinden er nu de grote boringen plaats? Dus in blok 58, we zoeken naar genoeg volume, zoals ook de directeur van Total heeft gezegd, om te komen tot die eerste beslissing. Mm-hmm. Hij heeft genoemd tussen de 400 en 500 miljoen barrel, dat is niet weinig. Dus we zijn goed op weg, denk ik. En dan heb je in blok 42, is een iets hoger blok, daar wordt Shell nu een bron. De resultaten worden nu geverifieerd. En Total heeft een paar boormachines in blok 58. Ja. En hoe is de wereld van oil en gas nu met alle ontwikkelingen die we hebben van oorlogen en tot noem maar op, de CEO? Ja. Nou, ik wil niet negatief klinken tegenover de westerse landen, maar terwijl ze klagen over olie en gas, als het ze goed uitkomt, dan gebruiken ze olie en gas. Toch? Er is een crisis in de wereld, Europa is hard bezig. Kolencentrales, meest vervuilende hydrocarbons in de wereld, zijn ze aan het opstarten. Dus als het zo goed uitkwam, mag alles. Maar als iemand anders het doet, mag niks. Ik denk dat de tendentie in de wereld nu is, jullie hebben zo genoten en zo vervuild. Olie en gas is nog nodig. Gaan jullie terug in olie en gas, maar laat de ontwikkelingslanden wel even nog genieten van hun resources. Dus dat is hoe wij er naar kijken. En er is nog genoeg behoefte aan olie en gas. En de koersontwikkeling die we nu meemaken, de fluctuaties, een koers bijna op 30, werkt dat in voordeel van staatsolie met haar bedrijfsvoering? Nee, absoluut niet. Omdat we alles wat we bij GoTo verkopen is in SRD. Alles wat we aan de EBS verkopen is in SRD. Dus we hebben heel veel SRD's. Die natuurlijk ook in waarde afnemen. Hun koopkracht neemt af. Dus we hebben daar heel veel last van. Ja. Ja. Maar de bijdrage van staatsolie aan de economie? Ja, zoals we eerder hebben gezegd, we doen ongeveer 15 miljoen US dollar per maand. Hè. Dat is bijna 500 miljoen SRD per maand. Het is onvoorstelbaar veel. En we hopen dat de overheid dat geld goed inzet om de gemeenschap te helpen. Want we kijken echt met pijn in ons hart wat er gebeurt in het land. Mijn naam is Brian Tukiwin, op het Natin algemeen coördinator, belast met de dagelijkse leiding van de school. Ja, heer Tukiwin, wat betekent zo'n olie- en gaskopprogramma voor het Natin? Een hele grote uitdaging. Pakweg 6 maanden terug was dit als doelstelling vastgesteld om per oktober daarmee te starten. We hebben hard gewerkt met het totaalteam en het is ons gelukt. We staan hier en de betekenis daarvan is dat het staat duidelijk vervat in onze missie dat we blijven werken aan het ontwikkelen van nieuwe afstudeerspecialisaties, dat is een van ze. En hiermee willen we ook antwoord geven op de vraag vanuit het beroepenveld, toch, met de hele contentontwikkeling. Omdat het niet alleen bestaat uit technische opleidingen, maar ook natuurtechnische en laboratoriumopleidingen. En ook die sectoren zullen sowieso aan bod komen bij de hele oil and gas industrie als toeleveranciers. Ja. En wat heeft Natin in place moeten hebben om dit programma op te starten? Faciliteiten, praktijkfaciliteiten. Deels hebben we al, omdat dit kopprogramma aansluit op 3 richtingen van ons. De werktuigbouwkunde, procestechniek en elektrotechniek. En daar al hebben we bepaalde faciliteiten. Er is een gap closing gedaan, ook qua faciliteiten. En op basis daarvan zijn er inventarislijsten opgesteld en ingediend bij de IOC's voor het laten invliegen van die materialen. Ja. En hoe zal het programma eruit zien, theorie en praktijk? Ja. Het kopprogramma duurt 18 maanden, waarvan 6 maanden een gap closing is. Dat is de afgestudeerde WTB'ers, procestechniek studenten en de elektronische studenten van ons die zijn geselecteerd, brengen op het
internationaal niveau om dan pas die echte oil and gas opleiding te starten. Dus dat is 6 maanden, die gaplozing. Dan heb je dan die 6 maanden theorie en 6 maanden stage in de echte bedrijven. Ja. En als ze klaar zijn met het programma, de studie? Dan is het solliciteren en gaan werken voor de IOC's. Ja, ja. Toch? Wat wij wel willen doen is na 6 maanden een tweede groep starten met 30 cursisten. Zodat we in totaal bij elkaar geteld na 2 jaar in totaal kunnen afleveren 60 opgeleiden voor de oil en gas industrie. Ja. Ik heb begrepen, er heeft een selectie moeten plaatsvinden bij het eerste nu. Ja. Waarop hebben jullie moeten letten vooral? Sowieso dat ze afgestudeerden zijn? Ja, hun technische skills, maar ook hun soft skills, hun motivatie vooral. Dat is belangrijk, hun motivatie. Kijk, zolang je wil, is het bijna al slagen. Dat is ons motto. Ja. En maar wat hebben ze ook moeten betalen voor de studie? Of wordt het allemaal gedekt binnen het programma? Er is een inschrijfgeld die zij moeten betalen. En het grootste gedeelte van de kosten wordt gedekt door de IOC's. Ja. 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 Waartoe moet dit gaan uitgroeien? Uiteindelijk wordt het hele programma geïncorporeerd binnen de 3 studierichtingen. Elektro, WTB en procestechniek. Studenten die van deze 3 het tweede jaar af hebben, kunnen dan gaan kiezen voor de afstudeerspecialisatie oil and gas. Mm. Dus ga je procestechniek doen, na leraar 1, 2 kun je gaan naar de uitstroom oil and gas, WTB ook en elektrotechniek ook. Ja. Ik heb voor u gesproken met de CEO van Staatsolie, de heer Anand Jagisser. En hij is er lovend over de studenten die jullie afleveren elk jaar hier, want zij kunnen makkelijk aansluiten. Hoe doen jullie dat? Jullie zijn steeds als team hier op het NATIM up-to-date bezig met de maatschappij, met bedrijven. Ja. Dus wij stemmen altijd af met het beroepenveld. Wat wij voornemens ook zijn te doen, het is het installeren van werkveldcommissies die de directe terugkoppeling zal hebben met het bedrijfsleven om op die manier gemakkelijker onze opleidingen af te stemmen op de beroepspraktijk. Wat wij ook willen hebben is in de toekomst gaan werken met het opleiden van de studenten op de echte werkplek. Dat hebben we al bij de medisch analist en waar nog meer procestechniek een beetje. Maar sterk bij de medisch analist waar de studenten zeker 3/4 van de opleiding doorbrengen in de ziekenhuizen. Je krijgt dan een betere wisselwerking tussen de opleiding en de werkplek. En dat heeft altijd een positieve uitwerking. Ja. U zei aan het begin, het is een uitdaging geweest om dit op te zetten. Maar los van dit programma, met welke andere uitdagingen zit het naast in? Grote uitdagingen zijn facilitair vooral. Hoe vangen jullie dat op? Met hulp van bedrijven, dus met het idee dat wij nu studenten meer in de bedrijven willen gaan opleiden, gaan we dat proberen op te vangen. Het is altijd duur om up-to-date lesmateriaal te hebben. De laatste technologieën zijn duur. Dus op die manier, met de hulp van de IOC's, zeker voor de technische opleidingen nu, hebben we heel veel aan met hun bijdrage aan de opleidingen. En dat op die manier proberen we het op te vangen. Ja. Faciliteiten, is er één? Ja. Nog andere? Hoe is dat financieel kostenplaatje? Ja, het financieel kostenplaatje is dat de IOC's die stellen middelen ter beschikking. Mm-hmm. En de leveranciers leveren de lesmateriaal. Mm-hmm. Dus zij betalen dan rechtstreeks aan de leveranciers. Dus dat is de samenwerking. Omdat zij geen opleiding zijn, de IOC's zijn bedrijven. En ze investeren liever in opleidingen die ervoor kunnen instaan dat er starten kwam. Kader wordt afgeleverd. Ja. En het NATIN draagt een goede naam, zoals direct de CEO van Staatsolie aangaf, dat zeker 200 man daar volledig NATIN opgeleid is. Maar ook niet alleen Staatsolie, maar als je naar de bedrijven kijkt, dan zien ze overal. Overal waar je terechtkomt als NATIN docent, krijg je dat tevreden gevoel van, kijk, daar zijn mijn studenten die ik heb helpen opleiden. Ja. Dat, wat is dan wat jullie verwachten van jullie NATIN-studenten vanaf het eerste leerjaar tot het laatste? Dat ze de normen en waarden waar wij voorop staan echt ook uitdragen
binnen het NATIN, maar ook straks als het NATIN af hebben, maar ook buiten het NATIN. Wees eerlijk, blijf collegiaal, blijf betrouwbaar, toch? Dat zijn de belangrijke dingen. En dan zul je zien dat jouw kennisvaardigheden vanzelf zullen gaan groeien.